Welkom bij deze gloednieuwe video van Lekker. Met een tutorial over hoe kun je Twitch kanaal goed instellen. Ik leg het je uit in deze video, dus blijf zeker even kijken. Je gaat als eerste naar twitch.tv. Het linkje staat in de beschrijving. Dan gaan we eerst beginnen met kanaal in. Om je kanaal in te richten. Oké. Ik heb al een account aangemaakt zoals je ziet. Dat is heel makkelijk. Daar hoef ik denk ik geen uitleg over te geven. Maar mochten jullie dat toch willen, laat dan even achter in de reacties. Dan leg ik het je waarschijnlijk uit. Oké. Gaan we nu even verder. Ik heb zo te zien, zoals jullie zien, 8 volgers. Dit is de startpagina. Helaas kan je geen video's meer toevoegen. Dat kon eerder wel, maar dat kan nu pas als je... Dat leg ik zo meteen uit wel eventjes. Oké, gaan we naar info. Als eerste. Oké. Gaan we panelen aanpassen. Nou, hier kan je een beetje, zeg maar, wat bij YouTube zo heet, over ons, zeg maar, instellen. Ik heb bijvoorbeeld regels gedaan met een plaatje. Je kunt hier eventueel een link neerzetten en een beschrijving. Dat kan bij elk dingetje. Ik zal even laten zien hoe het moet. Ik ga even helemaal naar onderen toe. Ta-da. Klik op het plusje hier. Klik op tekst afbeeldingpaneel toevoegen. Gaan we hier een naam geven. Hallo noem ik hem dan eventjes voor de test eventjes. Hallo. Kun je hier een afbeelding toevoegen? Maar dat doe ik nu eventjes niet, omdat het een test is. Kun je hier een link naar een website doen? De trein komt er langs, sorry. Kun je hier een link van een website doen? En hier kun je een beschrijving zetten. Bijvoorbeeld, hallo, welkom bij deze... kanaal. Nou, het wordt zo meteen weer verwijderd, maar dan weten jullie ongeveer wat ik bedoel. Hallo en welkom bij deze kanaal. Doe ik als beschrijving. Denk eraan, hier kun je geen linkjes in doen. Dat kan alleen hier. Dus je kan maximaal 1 linkje per dingetje doen, zeg maar. Dus let daar even op. Als die goed is, klik je op verzonden. En dan wordt die verzonden, maar... Dan komt die zeg maar openbaar op je dingen te staan. Maar ik klik nu even op verwijderen. Ja. En dan staat die, als je op verzonden hebt geklikt, staat die erop. Nou, gaan we nu even naar de studio modus om de instellingen in te doen. Klik ik altijd op video producer. Dashboard.twitch.tv. Ik zou het linkje ook eventjes in de beschrijving zetten. Gaan we eerst naar startpagina. Nou, dan zien jullie al een beetje welkom terug lekker, krijg ik als antwoord. En het advies wat bij YouTube ook zo is, wat adviezen en zo, instructievideo's, hoe alles werkt. Gaan we naar Stream Manager. Nou, hier kun je een beetje je livestream instellen, want Twitch is gespecialiseerd in livestreams. Niet echt in video's plaatsen, maar meer in livestreamen. Kun je hier stream info doen, veranderen bedoel ik. Zal ik even laten zien. Ik zit even aan het laden. En ik zet even mijn microfoon wat dichter bij mijn mond. Zodat ik wat beter verstaanbaar ben. Zo. Nu ben ik ietsjes beter verstaanbaar. Ja. Hier kun je een titel toevoegen. Je kunt een beschrijving toevoegen in de video. Kan hier. Je kunt een categorie toevoegen. Dat is Roblox in dit geval, speel ik dan meestal. Je kunt nog leuke tags toevoegen, dus extra zoekwoorden, wat ik ook heb uitgelegd met YouTube. De taal is Nederlands en dan klik je op klaar. Gaat hij hem opslaan, is het gedaan. Kun je hier nog allemaal leuke andere dingen toevoegen, ik zal even laten zien. Kanaalreden, nou allemaal van dat soort dingen. Clip, dat ze clips mogen maken, streaminfo, allemaal leuke toevoegingen. Beginnen met weggeven van een lot. Kanaal hosten. Nou, noem maar eens op. Klooi daar een beetje zelf mee. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt. Hier heb je de chat nog eventjes. Hier kan je trouwens ook een chat in een
bot inzetten. Ik zou eventjes een linkje boven het i'tje en in de beschrijving zetten hoe dat werkt. Hoe je een bot kan instellen op Twitch. Nou, ik zeg bijvoorbeeld hoor je eventjes in de chat. Zo, maar ik ben niet live, dus ik ben helaas niet live. Dus helaas komt dat niet te zien in mijn streams. Gaan we naar inzichten. Kanaalanalyses. Nou, hier kan ik zien eigenlijk een beetje je analytics. Dus wat je allemaal zo doet, wat de cijfers zijn, zeg maar, van je kanaal. Nou, ik heb 2 volgers erbij gekregen vandaag. 0 minuten aan streamtijd en zo kan ik dat per dag zien dan, zeg maar. 2 volgers erbij in de afgelopen 30 dagen. Nou, dat gaat dan zomaar door. Zo kan je een beetje inzicht krijgen wat er allemaal gebeurt in die 30 dagen op je kanaal. Gaan we nu naar stream samenvattingen. Nou, dat gaat zo te zien. Daar komen we zo meteen. Gaan we naar Active Ins. Ik weet niet wat het is, maar hier laten ze een beetje zien wat, zeg maar, je doelen zijn. Dus met doelen kan je bijvoorbeeld geld verdienen met Twitch als je zoveel volgers hebt. Nou, ik zal het even allemaal laten zien. Bouw een community op heb ik dan, zeg maar, als doel nog. Laat 5 mensen tegelijk chatten. Ik heb 1 van de 5 gedaan. Bereik 50 volgers, 7 van de 50. Een community houdt in dus dat je een publiek opbouwt. Dus dat heb ik dus gedaan. Nou, route naar affiliate. Ik weet niet wat dat betekent, maar goed. Ik weet niet wat er staat, maar... Bereik 50 volgers. Ik heb de 7 van de 50, dus bijna. Stream 8 uur. Ik heb 5 minuten van de 8 gedaan. Van 8 uur. Stream op 7 verschillende dagen. Nou, ik heb 1 dag al gestreamd, dus dat is goed. Gemiddeld 3 kijkers in je 8 uur stream. Nou, 0 van de 3 heb ik. Gaan we nu naar partner. Twitch partner. Dan krijg je zo'n leuk vinkje en... je kan dan een beetje geld verdienen met Twitch. Dus heel leuk. Stream 25 uur. Stream op 12 verschillende dagen. Gemiddeld 75 kijkers. Dan ben je Twitch partner. Nou, ik heb het begin al voltooid. Dat is heel makkelijk. Denk ik. Maar volgens mij was het heel makkelijk. Maar ik weet niet wat de doelen meer daarvan waren. En hier ben ik mee bezig. Samen is niet alleen. Daar heb ik 8 van de 10 al van. Op schema 1 van de 2. Meneer Roboto. Voeg 5 kanalen toe aan je auto-hostlijst. Nou, 2 van de 5 heb ik daar. Maak een plaatje. 4 van de 10 heb ik daar. Dat heb ik net gezegd. Praat met me. 4 van de 25. Samen is niet alleen. 8 van de 50. Op schema 1 van de 7. Nou, heb je ook 1 van, tot met 12 van schema. Praat met me. 4 tot 50. 4 tot 100 heb je nog. En zo heb je allemaal doelen waar je aan kan werken. Deze heb ik al begonnen. Het feestje is begonnen. Stream voor de eerste keer heb ik voltooid. Samen is niet alleen. Bereik 2 volgers. Heb ik ook gehaald. En wat doet dit knopje? Nou, zijn een beetje moeilijke woorden voor mij dan. Dit heb ik dan allemaal op deze dagen gehaald. Dus dat heb ik allemaal voltooid. Dat is een mooi doel. Mooi doel vind ik zelf. Kan ik nog bij rollenbeheer doen. Community in de rollenbeheer. Nou. Hier kun je dus een beetje... beheerders toevoegen, zeg maar, die je Twitch kanaal doen. De super gave game 12 is Monowriter. Dus dat is een soort van beheerder is dat, maar niet volledig, maar een klein beetje. Nightbot is editor en Monowriter. Die kan ik verder geen rol in geven, maar die zijn 4 maanden geleden dat geworden. Kan je nog activiteiten doen bij community. Nou, dit is er allemaal gebeurd. Niet heel bijzonder. Een lijst die mij volgen. Dus je abonnementen. Deze mensen volgen me. Shoutout naar hun. Vergeet je niet te volgen even op Twitch. Want daar zou ik heel erg waarderen. Als je dat even wilt doen. Dankjewel daarvoor. Gaan we nu verder. Gaan we naar content. Video producer. Hier kon je eerder altijd video's plaatsen. Maar dat kan vanaf nu pas. Zoals je die doelen hebt gehaald. Wat ik net zei. Als je die hebt gehaald, kan je volgens mij ook video's uploaden weer.
Maar dan moet je eerst al die doelen hebben bereikt. Maar ja, dat is niet zo heel moeilijk. Dan moet je gewoon vaak live gaan op Twitch. Dan hou je dat zo. Oké, collecties. Heb ik nog niet helaas. Oh, ja. Dat zijn video's die je hebt. Nou, dat geloof ik wel. Dat is goed. Oké, heb je nog clips? Dat is ook heel leuk. Als je bijvoorbeeld een leuk moment in de stream vindt, dan kan je die naar een videomaker toesturen. En dan gaat die, dan kan die, naar sommige mensen die maken daar op YouTube een video over. En dan zetten ze op YouTube van mensen die dat inzenden. En dan reageren ze daarop. En, oh ja, die leuke momenten, die herken ik nog wel, ja. Dat is heel grappig of zo. Dan reageren ze daarop. Dat is heel leuk. Dat kan je hier ook doen bij Twitch. Je kunt nog streamen. Heb je weer zo'n streamcode voor OBS. Dat heb ik in een tutorial uitgelegd. Ik zal het linkje eventjes in het i'tje zetten en in de beschrijving. Kunnen jullie hem ook kijken. Nou. Dit zou ik aanzetten. Dit zou ik aanzetten als je een gepromoot wil worden. Kijk wat dit is. Oh, dan kan je mensen uitnodigen. Zou ik verder zo laten. Nou, dit zou ik ook verder zo laten. Vertragingsmodus zou ik op gewoon normale doen. Je kunt ook nog zeggen van dat alleen abonnees, dus alleen mensen die je volgen, die betalen zeg maar voor... Dat zou ik zo meteen ook even laten zien, maar mensen die betalen voor als je partner bent. Ik zal even zo meteen laten zien wat partner is. Als voorbeeld. Sta alleen abonnees toe om clips te maken. Dus dan kunnen alleen abonnees, dus mensen die betalen om zeg maar abonnee te zijn. Kunnen dan alleen clips naar je toe sturen. Dus alleen als je ervoor betaalt. Dat kan je dat nog doen. Je kan alleen volgers, even kijken wat dit is. Je kunt een tijdslimiet toevoegen als mensen en dat mensen zoveel tijd ertussen mag zitten voordat er zeg maar zoveel tijd tussen moet zitten voordat mensen clips mogen doorsturen. Nou, dit, je kunt nog zeggen van wil ik clips inschakelen of uitschakelen. Ik heb hem ingeschakeld staan. Ik vind het wel grappig om te zien die leuke momenten die ik meemaak in de stream. Dat vind ik wel leuk. Je kunt nog zeggen dat het alleen voor volwassenen is, de inhoud. Dat je kanaal alleen voor volwassenen is. Maar voor mij is het alleen... Mogen kinderen het ook wel zien van mij. Vorige streams opslaan. Nou, dat mag wel voor mij. Maximaal 14 dagen op 60 dagen voor partners. Dus 60 dagen mogen partners blijven voor de streams opstaan. 60 dagen voor partners en 14 dagen voor gewoon mensen die niet betalen, zeg maar. Dus beschermen tegen verbroken verbinding. Nou, ik weet niet wat dat is, maar hier heb je dan je streamcode. Zal ik niet weergeven. Je kan ook nog een opnieuw instellen of kopiëren. Nou, dat is al goed. Je kunt nog een leuke kanaalinstellingen doen. Ik heb bijvoorbeeld hier een verhaaltje neergezet. Ik zal even laten zien wat dat is. Als je dan naar info gaat en volgens mij hierboven staat het ook, maar ik weet het niet zeker. Dat durf ik niet zeker te zeggen. Ja, kijk. Hier staan allemaal leuke dan mijn verhaaltje wat hier ook staat. Dat kan je dan hier weer wijzigen, kan je dat. Hier heb ik dan mijn bio staan. Dat is dan zeg maar de beschrijving. Nou, ik heb nog leuke linkjes van diverse media neergezet. Zoals dit. Kan je er allemaal op drukken. Als mensen niet echt weten hoe Twitch werkt, weten ze dat zo. Nou, je kunt nog een merk toevoegen. Ik weet nog steeds niet hoe je een thumbnail kan veranderen op Twitch. Maar ja, dat doet er ook niet toe. Nou, je kan een leuke banner toevoegen. Oh, hier kan je blijkbaar de banner doen. Ja, dat is leuk. Dit is dus een beetje hoe het werkt. Hier kun je dus een leuke banner toevoegen. En een banner en een thumbnail kan je toevoegen. En dan kan je nog de randjes eromheen mooi kleuren. Heel leuk. Of een logo veranderen. Nou, wat ook heel leuk is.
Je kunt ook nog een streamplanning maken, dus als je een uploadschema hebt. Nou, hier kan je een naam van je content wat je dan gaat streamen doen. Bijvoorbeeld, Ik ben even iets erbij. Roblox. En dan kun je hier een categorie toevoegen. Hoeft niet, deze twee dingen, maar mag. Roblox. Zo. Kan je de tijd nog toevoegen? PM is dus 's avonds en 's nachts. En AM, dat is 's ochtends en 's middags. Dus dat betekent het. En dan zet ik hier bijvoorbeeld 4 uur en 0 minuten. En dat doen we dan bijvoorbeeld elke maandag, dinsdag. Oh, dat moet per dag zo te zien. Nou, maandag. En dan kun je nog eentje toevoegen. Nog één toevoegen staat er wel, maar waarom doet hij dat niet dan? Nou, dan kan ik hier dan per dag instellen wanneer ik live ben. Maandag bijvoorbeeld. Nou, ik ga nu voor zaterdag. Ik ga voor vrijdag. Donderdag. Donderdag blijf ik bij. Ik ga nu elke donderdag live, bijvoorbeeld. Ik ga hem zo meteen weer verwijderen. Om 4 uur. En dan zijn we in tijdzone 12 uur PM. Roblox. En dan klik je op opslaan. En dan gaan we nu eens eventjes. En dan kun je hier nog leuke vakantiemodus in toevoegen. Vakantiemodus. Bijvoorbeeld als je vakantie neemt, dan kan je zeggen. Ik neem van 5 tot 31 maart neem ik vakantie 2021. Klik op opslaan. Nou, zoals je ziet hebben we een leuke planning nu. Donderdag ga ik dus Roblox spelen. Heb ik al de planning staan. En zo werkt het eigenlijk een beetje. Klik op planning verwijderen. Zo, is hier weer verwijderd. Want ik heb geen uploadschema, dus dat het anders te veel stress oplevert. Dus dat ga ik maar niet doen. Nou, hier kun je dus een streamplanning in toevoegen. Kun je nog uitgelichte content doen. Kanalen automatisch hosten is goed. Teamkanalen hosten. Hosten betekent dus als je gepromoot wordt, dus door een ander kanaal of je dat toestaat. Nou, ik sta dat toe dat je gepromoot wordt, dus. Maar ja, dat mag je helemaal zelf weten. Ik doe het wel tenminste. Deze kanalen worden ook gehost door mij. Kan je veranderen, maar ik doe het zo. Nou, dat is allemaal goed. Hallo, ik kan ook gewoon een team toevoegen. Dat is leuk. Nou, ik zet hem op automatische hostlijst. Zo. Stond hier op. Oké, dit is allemaal goed. Recente gestreamde categorieën. Nou, het zou ik een beetje zo laten verder. Dit, de uitgelichte content. Gaan we nu naar Manowriters. Manowriti, of hoe noem je dat? Ik weet niet. Dit zou ik verder zo laten, niveau 1. Geblokte termen en zinnen. Als iemand iets zegt wat je niet wilt, wat ze bij YouTube ook hebben, dan kan je het niet toestaan, die zinnen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als YouTube. Chatvertraging kan ook nog. Links blokkeren, dus website links. Nou, is allemaal goed. Hoef ik niet te blokkeren. E-mail verificatie. Is ook goed. De regels in de chat zijn ook allemaal duidelijk. Is ook goed. Ik geef ze dus. Als ze iets zegt wat niet mag, dan geef ik ze een afkoelperiode van 2 uur. En je kunt dan ook de regels nog veranderen. Bijvoorbeeld dat ik het in dagen, minuten, maanden, uren. Nou. Ga zo maar door, je kan eigenlijk alles een beetje instellen. Indien
alle volgers heb ik dit staan, zou ik verder ook zo laten. Zo is ook goed. Nou, verbanden vind ik ook goed. Zou ik zo laten, maar verder. Drops kan je nog doen. Leuk, allemaal leuke films. En dat ga ik nu niet kijken, sorry. Stream tools. Nou, waar je allemaal live mee kan gaan. OBS, Twitch Studio Beta. Streamlabs. XSplit, OBS Live. Nou, deze programma's ondersteunen dus Twitch. Heel leuk. Zo promoties voor die programma's. Kun je nog leuke extensies toevoegen. Extensies zijn website links, zoals een Spotify recorder lijst en dat soort dingetjes een beetje. En je kunt ook nog naar Creator Camp, gaat die even een andere website link openen. Die zet ik ook even in de beschrijving neer, dus bekijk hem zeker eventjes. En de YouTube Creator Camp is, net zoals iets als dat YouTube heeft, daar kan je eigenlijk een beetje dingetjes leren over Twitch. Als je niet zo bekend bent met Twitch, dan leren ze op deze website een beetje in het Nederlands of in jouw taal wat Twitch, wat je allemaal kan met Twitches. Dan kan je allemaal dingetjes leren. Nou, nu ga ik even laten zien wat een Twitch partner inhoudt. Daar heb ik een mooi kanaal voor bedacht, waar ik het zeker weet dat hij het heeft. Blocky Games. Shoutout naar jou. Ik zet hem even op pauze, anders heb ik copyright claim. Zo. Kijk, hij heeft dat ook zo mooi gedaan. Hij heeft dat ook plaatjes erbij gedaan. Heel leuk. Chat heb je hier. En ik heb 300 punten. Dat kan je ook. Ik kan je een naam geven. Dat kan ik later pas. Ik ben nog geen partner helaas. Maar als je partner bent, kun je ook punten verdienen. Als je, hoe meer je kijkt, hoe meer punten je krijgt. Dus ik zal eens even aanklikken. En dan kan je ze verzilveren voor emojis, een bericht die groot in beeld komt, emojis aan. Nou, dat kan je eigenlijk allemaal een beetje als doel geven. Gift sub voor jezelf. 100.000 punten kost die. Ik heb er maar 300. Het gaat niet zo hard volgens mij, maar ik ben ook niet zo heel vaak op Twitch. Dus. Maar dat is heel leuk. Kan je dus punten verdienen als je partner bent. Kan je dan helemaal zelf noemen hoe je het wil. Dat is wel heel leuk. En dit houdt Twitch partner in. Kijk, je kan voor drie die creator, dus de man, de iemand, degene zeg maar die het kanaal beheert, die mag zelf de prijzen bedenken. Dus 3,99. Wat YouTube eigenlijk ook heeft met lidmaatschap. Alleen hier kan je het wat makkelijker. YouTube is altijd een beetje moeilijk, vind ik zelf. Dan moet je bijvoorbeeld 100.000 abonnees hebben om dit te kunnen, om lidmaatschap te hebben. Maar bij Twitch kan het al vanaf als je een aantal kijkers hebt, wat ik net liet zien. Dus daar is Twitch wat makkelijker in persoonlijk. Dus als ik een mening moet geven van vind ik Twitch of YouTube makkelijker, vind ik eigenlijk Twitch toch wat fijner, maar. Dat is iedereen verschillend in, maar ik vind het veel fijner. Nou, allemaal leuke extraatjes heb je dan. Dat kan je dan helemaal zelf instellen. Maar dan moet je Twitch partner zijn en dat ben ik niet. Dus ik zou er even een andere video neerzetten. In het i'tje in Nederlandse video probeer ik om hoe je dat zeg maar kan instellen. Een beetje goed zeg maar hoe Twitch, als je Twitch partner bent. Hoe je dat allemaal kan instellen. En hoe dat dan werkt. Misschien één, maar misschien ook meerdere. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar dat zie ik dan wel. Nou, dit is dus eigenlijk. Hij heeft 52 volgers. Hij is zoveel minuten live. Hier kun je delen. Ik weet niet. Kun je rapporteren als het iemand is die je irritant vindt. Dan kan je die rapporteren. Nou, hier kun je nog leuke emoties krijgen als je voor betaalt, die anderen dan niet hebben. En dat is eigenlijk wel een beetje wat als je Twitch partner bent. Nou, heb ik even kijken of ik alles dan heb gehad. Koop bitches, dus die dat zeg maar dat geld zeg maar dat je dat soort dingen kan.
Volgens mij zijn we niet echt iets vergeten. We hebben alles wel. Nou, deze mensen zijn live. Shout-out naar hun. Oh, er zijn nog meer. Nou, doet er niet toe. Shout-out naar hun, zou ik zeggen. En even kijken, ben ik nog wat vergeten? Oh, je kunt de gebruikers van de chat nog zien. Heel grappig. Ik vind het allemaal wel grappig gemaakt, Twitch. Ik vind het allemaal wel leuk gemaakt. Daar ben ik heel eerlijk in. Je kunt de kwaliteit nog veranderen. Van Twitch. Nou. Ik kan allemaal nog dingetjes instellen. Maar ik klooi daar een beetje zelf mee, zou ik zeggen. Nou, volgens mij was het wel van hoe Twitch eigenlijk een beetje werkt. Nou, vond je het een leuke video? Vergeet niet te abonneren, te liken en te delen en het notificatiebelletje aan te zetten. Doe het bij de supergave gamer, de supergave vlogger en lekker. En vergeet ons niet te volgen op Discord, Instagram, Twitch en YouTube. Dan zeg ik nog maar één ding en dat is tot lekkers.